welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, waarin we het laatste voetbalnieuws gaan bespreken. Mijn naam is Kaloen van Oudheusden en naast mij zit Lentin Godijk. Welkom. We zitten hier goedemorgen. We zitten hier in Utrecht in bar 20, moet ik zeggen. We dachten, nou, de studio, dat hebben de mensen wel een beetje gezien. Laten we eens een keer om de hoek kijken. ZSM on tour. ZSM on tour. Je hebt al een lekker bakje koffie. Als het goed is, komt hij van mij er zo aan. Komt hij van mij er zo aan. De podcast is te beluisteren en te zien op YouTube deze keer. Nou, we zitten er helemaal klaar voor. We hebben een leuke avond gehad, denk ik. Ja, een pakjesavond natuurlijk ook. Maar er werd ook nog gevoetbald. En wat een cadeautje, hè? Kijk, dit is meteen lekker beginnen zo. Ja, de Leeuwinnen, daar doe je denk ik op, hè? Nederlandse vrouwenelftal. Wat een wedstrijd, joh, in Tilburg. Tegen België. En Engeland was natuurlijk tegelijkertijd aan het spelen. Het ging om de groepswinst in de Nations League pool. En ja, op een gegeven moment, het is denk ik wel 5-6 keer van scenario gewisseld, toch? Dan was Engeland weer leider in de groep, dan was Nederland weer leider in de groep. Het ging alle kanten op, het ging om het doelsaldo natuurlijk. Ja, want vooraf nog even, het was sowieso veel consternatie over. Want Engeland speelde tegen Schotland, maar ja. Engeland en Schotland kunnen zich beide plaatsen voor de Olympische Spelen als Team Great Britain. Dus men was bang voor het scenario dat de Schotten zich lieten overlopen. Ja, nou ja. Dat gebeurde ook wel een beetje. 6-0 werd het. Ja. Konden ze er wat? Was het matchfixing? Nee, dat geloof ik niet hoor. Engeland is natuurlijk ook een geweldige ploeg. Dus ja, dat is niet zomaar de WK-finale gespeeld. Europees kampioen geworden. De beste trainer ter wereld in het vrouwenvoetbal. Al een paar keer bekroond, Sarina Wiegman. Dus het is niet zo heel vreemd dat Engeland van Schotland wint. De uitslag iets aan de hoge kant. Maar ja, als de goals wat makkelijker binnenvallen, dan kan dat gebeuren. En het was vooral ook afwachten hoe het bij Nederland zou gaan. En het bleef eigenlijk nog lang uit, hè, die doelpunten. Er waren wel een hele hoop kansen, maar eigenlijk wilde de bal er met geen mogelijkheid in. Ze hadden wel die 1-0 en op een gegeven moment hadden ze wel de 2-0. Maar verder duurde het ontzettend lang voordat die derde zou gaan vallen. Toen kwam die in de 90ste minuut. Damaris Eguerola, die helemaal niet zo vaak scoort, maar nee. Ditmaal wel met het hoofd van dichtbij. Kon ze ook niet missen eigenlijk. Nou ja, dat weet je nooit, hè? Ik heb wel kansen missie gehad, ook aan de kant van Engeland. Ja, ook bij de mannen gebeurt dat overigens meer dan genoeg. Precies. Maar dan denk je, het is gedaan. Een groot feest in Tilburg, reserves die het veld op rennen. Iedereen vliegt elkaar in de armen. En een minuut later scoren die Engelsen nog een keer. En is Engeland weer door op dat moment. Dat was wel interessant ook om te zien hoe dat in het veld uiteindelijk gecommuniceerd werd. Hoe die knop werd omgezet. En toch ook wel opvallend hoe ver België nog naar voren ging in die slotfase. Ja, hè, want dat wilde ik eigenlijk ook nog met jou bespreken. Wat ik opvallend vond, België, ja, die deden eigenlijk niet mee, zeg maar, voor het eindklassement. Maar een Belgische keeper die ging tijd trekken. In één keer gingen ze op de aanval. Ja. Ik vermoed een premietje of zo, hè? Wat denk jij? Ja, dat weet ik niet. Maar als Diego Simeone bondscoach was geweest van dit België, dan waren ze niet meer zo ver vooruit gegaan in de 94e minuut. Maar pakte goed uit en weer Eguerola. En toch iemand uit Spanje die nog zorgt voor een surprise. Dat is toch wel leuk op zo'n avond. Absoluut. Ja, wat zij is, heeft de moeder is Nederlands, geloof ik. In Amerika geboren. Baskische vader heeft volgens mij ook nog voor Spanje gespeeld. En dan dit scenario is natuurlijk wel... Ja, waanzinnig. En dit is ook wel sowieso wat voetbal mooi maakt. Maar ook wel wat het vrouwenvoetbal natuurlijk nog meer laat leven. Ja. Zo'n stadion in Tilburg is denk ik heel geschikt voor zo'n wedstrijd. Niet te groot, echt wat compacter. Waardoor er echt mensen komen die fanatiek fan zijn van deze ploeg. En dan zo'n slotfase op een gegeven moment, ja, dat stadion kolkte echt. En dat is wel leuk om die beleving de afgelopen jaren steeds meer te zien groeien. Van vroeger was het misschien nog een beetje een gezellig uitje. En nu komt er toch meer steeds fanatisme ook op de tribunes. En dat is wel, wel interessant en leuk om te zien. Ja, want ik moet heel eerlijk zeggen, ik had hem aangezet. En ik denk, nou ja, straks speelt Arsenal ook nog. Ik heb Burnley even laten schieten. Die moest ook nog tegen, moet je me even Wolves. Helpen. Wolves, ja. 1-0 die... De Koreaan die weer prikte. Maar ja, ik ben toch blijven hangen bij het vrouwenvoetbal. Want het was echt ongelooflijk spannend. Het was eigenlijk reclame, toch? Want ik zat wel naar het voetbal te kijken. En tuurlijk gaan er dingen fout. Maar ja, dit scenario, dit kun je niet bedenken. Nee, dit is waanzinnig. Kijk. En dan komt hij, hè? De koffie, dankjewel. Top 10. Gaat hij helemaal van stralen, hè? Ja, bar 20, ik zeg het nog maar eens. Oh ja, nee, de koffie die helemaal afgeleid. Komt even tussendoor. Nee, het ging maar over dat het reclame was voor het... Het vrouwenvoetbal, dat dit een prachtig scenario is. Zeg maar Engeland, Schotland, wat natuurlijk gek was in dezelfde groep. Nederland-België. Ja. In Engeland zeggen ze nou, de zuidenburen hebben een handje geholpen. Ja, een soort songfestival traditie, ja, toch? Nee, dat je elkaar Eurovision zag ik af en toe op Twitter ook voorbij komen. Ja. Nee, het is een fantastische uitkomst natuurlijk. En kans nog op
Olympische ticket. Ja, ja, dan moeten ze nog wel. Nederland is nu naar die Final Four. En ze moeten de finale zien te halen om dat ticket veilig te stellen. Dat wordt nog best pittig. Volgens mij wordt dat in februari gespeeld. Nou, dan kom je met de Final Four. Dat zijn natuurlijk vier goede landen. Daar moet je sowieso één keer zien te winnen. Is natuurlijk ook prachtig om de Nations League zelf te winnen. Dat moeten we ook niet vergeten. Maar die Spelen zijn wel een schitterend doel. In Parijs, redelijk om de hoek. Dus dat is wel iets prachtigs om naartoe te werken. En het was ook wel leuk, onze collega Chris Tepperman was gisteren bij de wedstrijd. Ja, die zat fanatiek te twitteren. Ik ging helemaal stuk. Ja, maar ook leuk interviews afgenomen achteraf. En als je de reacties hoort van eigenlijk iedereen zegt hetzelfde. Van dit is waarom we van voetbal houden. Dit is waarom ik op voetbal ben gegaan. Daar komt alles samen op zo'n avond. Het is wel echt historisch. Nou, ik zei het al, ik heb dus gekozen om de vrouwenvoetbal af te kijken. In ieder geval de wedstrijd af te kijken, omdat het zo spannend was. Maar ja, ik denk als ik naar Viaplay was geschakeld voor Luton Town tegen Arsenal, dan had ik ook een leuke avond gehad. Ja, dat was bijna net te gek. Krankzinnig ook wat daar gebeurde. Een Raya die niet helemaal lekker uitzag en dan een winnende van Rice die zijn geld al dubbel en dwars waard is. Ja, want dit is de tweede keer volgens mij, als ik het goed zeg, tegen Manchester United. Dat natuurlijk ook zo'n moment uit de corner nog bij de tweede paal in de slotminuten. Ja, dit zijn wel lekkere punten om te pakken. Hè. Zeker als je om je heen kijkt en Manchester City punten ziet verspelen. Tottenham een beetje ziet worstelen. Liverpool heeft natuurlijk ook al wat punten laten liggen. Dus ze hebben nu een gat van 5 punten daarbovenaan. Maar gewoon alleen al de sensatie van in de 97e minuut. Zo'n wedstrijd waarin je ook een hele hoop kansen creëert. En die Arsenal natuurlijk altijd al veel eerder had moeten beslissen. Dan 3 tegengoals tegenkrijgt door ook geklungel achterin. En dat toch nog winnen, ja, dat zijn de allerlekkerste. En het is toch wel iets wat Arsenal zich eigen heeft gemaakt met Mikel Arteta. Dat ze veel duels beslissen in die laatste minuten. Vorig jaar ook al. En dit seizoen gebeurt het ook steeds meer. Dus vroeger had je Fergie time. Maar ik zag nu ook al mensen beginnen over Arteta time. Ja, dat hij bekt wat minder hè? Ja, dat bekt wel iets minder ja. Maar nee, wel een mooie zegen. En Rice is wel heel belangrijk. Daar hebben ze natuurlijk ongelooflijk veel geld voor uitgegeven. Maar wat je zegt, niet alleen door zijn doelpunten, maar ook door zijn... hij is altijd inzetbaar, hij is fysiek top, hij kan ook het spel redelijk goed verdelen en ja, is echt goud waard voor Arsenal. Ja, sowieso veel doelpunten de laatste tijd in de Premier League. Toch wel, maakt het nog mooier. Kijk, ja. De tv-gelden zijn er ook na, moet ik zeggen. Geld, hè? Ja, maar goed, dan krijg je wel waar voor je geld tenminste als deze lijn zo doorzet. Ja, waar zou dat door komen? Ja, ik denk ook wel misschien een beetje vermoeidheid. Ah, ja. Alle wedstrijden en die zo elkaar opstapelen. En misschien ook gewoon dat de klassenverschillen steeds kleiner worden in de Premier League. Dat ook clubs als Luton Town, die natuurlijk van heel ver moeten komen, in een heel oud traditioneel stadion te spelen. Geweldig stadion. Maar dat die ook de kwaliteit hebben om een club als Arsenal echt een heel zware avond te beleven. Gewoon 3 keer scoren. En moet ik zeggen, bij Arsenal is het ook wel, vind ik het wel pijnlijk om te zien hoe die situatie met de keepers is. Hè? Want nu heeft Raya weer een moeilijke avond. Nou, laatst had Ramsdale een moeilijke avond. En je kunt het toch moeilijk loszien van de tactiek van Arteta om telkens van doelman te wisselen. Ja, dat gaat misschien toch een klein beetje knagen aan het zelfvertrouwen, aan het ritme van zijn doelmannen. En je ziet ze nu allebei schutteren. En dat is natuurlijk eigenlijk precies het tegenovergestelde als wat hij voor ogen had waarschijnlijk. Van, als we ze allebei af en toe rust geven of in een kracht brengen in een wedstrijd waarin ze specifiek goed zijn, dan zullen ze nog beter worden. Maar op dit moment, als Raya hiervoor was hij wel redelijk goed, maar op dit moment worden ze eerder slechter van. Ja, volgens mij had Sully gezegd dat hij Arsenal wel als titelkandidaat nog steeds tipte. Denk je dat zij het City lastig kunnen maken op de lange termijn? Of ja, dat denk ik wel. Titel natuurlijk. Ja, ik denk wel dat ze heel lang mee kunnen doen en ook gaan doen. Er zijn natuurlijk altijd een paar blessures waar je te maken mee kunt krijgen. En dan is het doorworstelen. Maar waar Arsenal vroeger, juist in de wedstrijden waarin het niet liep, altijd punten liet liggen. Hebben ze nu wel het karakter en het geduld om wedstrijden ook aan het einde te beslissen. En de kwaliteiten ook van de bank in te brengen. Om een verschil te maken. En dat is wel een enorm verschil met het Arsenal van de afgelopen jaren. Dat ze ook vanaf de bank kwaliteit kunnen inbrengen. En daar had City natuurlijk altijd een enorme voorsprong in. En dat is wel, dat gat is veel kleiner aan het worden. Dus het wordt denk ik een heel spannende titelrace. Maar Pep Guardiola gaat voor de vierde titel op rij, hè? Ja, dat, tenminste, dat is de vraag. Hè? Want we kregen eventjes weer verlangs van Carragher, geloof ik. En Neville. En Neville trekt zich dan toch wel aan, hè? Ja. Even voor duidelijkheid, wat was er gezegd? Nou, het ging erover, het ging over die titelrace. En volgens mij vond Guardiola dat ze daar wel erg makkelijk over aan het praten waren.
En toen wilde hij toch nog even aanstippen dat Carragher nog nooit de titel had gewonnen. Dus dat het niet zo vanzelfsprekend is om 4 keer op rij kampioen te worden. Wow. Ja, even een mean girl. Ik vind het niet de meest sterke reactie, eerlijk gezegd. Om altijd maar leg je Premier League medaille op tafel en dan mag je pas meepraten. Toch, ja. Ja, leuke metafoor. Ja, nee, dus dat was voor mij niet zo'n heel sterke reactie. Toen kwam Carragher er weer overheen met, geef mij zoveel geld wat ik mag uitgeven als jullie bij City hebben gedaan. En alle financial fair play regels mag ik overtreden. Dan denk ik dat ik ook wel kans maak op een kampioenschap. Nou goed, het is ook wel weer leuk om een beetje te backvechten natuurlijk met elkaar. Nogmaals, die tv-gelden die moeten zich natuurlijk ook... Zo is het, dus ja. Je hebt er een soapserie voor, je hebt er veel doelpunten voor, je hebt er de beste voetballers voor. Ja, nou, ik blijf... Kleine akkefietjes. Kleine akkefietjes. Ik blijf in ieder geval lekker kijken. Ja, minder spannend is het in Nederland, de titelrace. Ja. Toch wel, ja. Ja, dat kunnen we wel zeggen. En jij hebt vanavond een leuk uitje. Ja, dat wordt... Is het land uit en jij denkt, nou ja, de kerst is aanstaande en jij mag... Zeg maar deze prachtige weken, beginnen de adventsweken, beginnen met een prachtige trip naar Waalwijk. Naar Waalwijk, voor 9 minuten. 9 minuten, ga je? ja, zeker, oh, zeker. Kijk, hard voor de zaak. Ja, nou, het is toch wel, ik vind het ook wel weer leuk om mee te maken. Die wedstrijd is gestaakt in de 84e minuut, RKC Ajax, 2-3 stand. Nou, de situatie van Etienne Vaassen, die kunnen we ons allemaal nog wel herinneren. En die wordt dan vanavond uitgespeeld met nog 6 minuten te gaan. 3 minuten blessuretijd is ook al bekend. Dus het gaat om 9 minuten. Tenzij natuurlijk dingen gebeuren waardoor er nog wat tijd bij komt. Maar ik ben toch wel heel benieuwd hoe RKC dat gaat aanpakken. Kijk, van Ajax kun je verwachten dat ze de bal zoveel mogelijk in de ploeg houden, rondspelen en zoveel mogelijk tijd de wedstrijd een beetje doodmaken. Misschien nog een keer toeslaan in een snelle counter. Maar voor RKC is het echt een soort alles of niet situatie met een volledig fit elftal. Wat je natuurlijk eigenlijk nooit hebt voor een paar minuten. Vaak in de slotfase ben je al helemaal kapot gespeeld. En dan is het laatste krachten. En dan heb je ook niet meer de krachten mee terug te gaan. Dus dan ben je toch wat huiverig. En nu is het gewoon alles voor de pot. En onze collega Chris had ook met Etienne Vaassen gesproken. In aanloop naar deze wedstrijd. En die eindigde dat artikel ook met de uitspraak van... Nou ja, als er in de 94e minuut de corner komt... Dan gaat Etienne Vaassen wel mee naar voren. Nee, ja, en dan ga ik er wel proberen binnen te koppen. Nee, natuurlijk. Nee, dat belooft een leuke avond. AZ overigens hetzelfde. Die spelen ja. Ook... Tegen NEC. Ja, precies. Dus het zijn maar een paar. Ik weet niet hoe dat gaat aan ESPN. Hoe ze dat gaan uitzenden? Ja, dat is een goede vraag. Inderdaad, het zijn korte uitzendingen. Nou, lange voorbeschouwing, korte uitzending. Een hele voorbeschouwing. Ja. Tot slot. Je bent natuurlijk een Ajax-watcher. En je hebt een mooi artikel geschreven over Linsson. Die voor jong Ajax toch zijn promotie heeft gemaakt naar de eerste. En het eigenlijk hartstikke goed doet. En ja, nou ja, toch wel redelijk verzekerd is van de basisplaats. Nou, af en toe ernaast. Maar veel minuten krijgt. Ja, nee, zeker. Ik... Wat is het voor jongen eigenlijk? Denken. Ja, heel rustig. Ja. Heel rustig. Hij, ik heb wat mensen gesproken vanuit zijn jeugd in IJsland. En hij is de jongere broer van August Linsson. Ja. Dat is de extravert, hè? Dat is de extravert en Christian is de introvert. Dat is wel een grappige tegenstelling. Ze zijn ook samen een paar jaar geleden naar Norwich gegaan. Zijn grote broer was gescout. Christian is toen meegegaan. Kreeg toch een beetje heimwee terug naar IJsland. En daarin is hij toch wel zich gaan ontwikkelen als een exceptioneel talent. En iedereen in IJsland... was eigenlijk heel enthousiast over zijn ontwikkeling. Op heel jonge leeftijd ging hij al met oudere teams meetrainen. Op 15-jarige leeftijd debuteerde hij al in het eerste elftal van Breida Blik. Nam hij het record over van zijn oudere broer. Kijk. Dat is toch, kun je toch maar zeggen thuis. En toen is hij dus uiteindelijk langs geweest bij Bayern München. Wilde hem wel hebben. Nordsjælland, meerdere clubs in Europa. Maar de keuze viel op Ajax. En daar heeft hij zich onder de hoede van Ronald de Boer verder ontwikkeld. En nu zie je hem in de ploeg. Ja, je ziet hem nooit zijn mond opentrekken. Je ziet hem ook geen enorme dribbles maken. Scoren van grote afstand of trucjes of andere gekke dingen doen. Maar stiekem is hij belangrijk omdat hij ongelooflijk veel loopt. Als eerste altijd terugschakelt. Als eerste ook een positie van ploeggenoten overneemt. Als een Berghuis een keer naar binnen wil komen, dan gaat Linsson naar de zijkant. Intelligent spelen. Ja. En toch ook als je het hebt over de fitheid, waar het vaak over is gegaan bij Ajax dit seizoen. En over het omschakelen. Dan is hij daar wel een soort missing link in gebleken. Omdat hij daar eigenlijk allebei in voorop loopt. En hij speelt eigenlijk een beetje de rol, in mijn ogen, die Donny van de Beek heel lang speelde bij Ajax. Dus ook in de bewegen zonder bal, belangrijk, waardoor de spelers om hem heen eigenlijk allemaal beter gaan spelen. En hij pikt zijn doelpuntjes mee. Ja, nou en wat voor goals inderdaad. Ik moest een overzicht maken van 2023 qua doelpunten. Zal ik hem erbij zetten van die van Utrecht? Dat waren wel, Dat waren twee goeie, hè? Ja. Ja, het ene met zijn borst. Ja, die met die borst. Ja, ik dacht van, dat vind ik wel leuk. Ja, dat is een leuke goal, ja. Die zie je niet zo vaak, in ieder geval. Nee, die andere was ook goed. Was volgens mij een volley. Ja, precies. Ja, ja. Nee, daarom. Nee, dus hij laat zich steeds meer zien.
Je zei Ronald de Boer, die wilde natuurlijk ook weer niet vergelijken, maar ook weer wel wat voor speler vergelijken. Ja, dat zei je van tevoren. Ja. Ja, hij vergeleken met een heleboel voetballers, maar dat bedoelt, kijk, hij zegt het om zeg maar een type voetballer te schetsen en niet om de kwaliteit van een voetballer met elkaar te vergelijken. Maar hij had het een beetje over Jari Liepma, die natuurlijk ook vanuit Scandinavië dan naar Ajax kwam en ook niet als eerste opviel met enorme snelheid of enorme kracht of lange dribbles, maar meer in de subtiele dingen. En dat heeft Linsson ook wel heel erg, want los van het lopen en het draven heeft hij ook wel de fijne voetjes, de zachte voetjes om bal in één keer door te spelen, lekker open te draaien, de creativiteit om een steekpaasje te geven. En eigenlijk heel erg goed zijn in de simpele dingen simpel houden, altijd over ploeggenoten en daardoor vergeleken Ronald de Boer hem een beetje met Liepmanen. En ja, dat kan ik eerlijk gezegd wel volgen. Hij kijkt zelf het liefst naar Kevin de Bruyne, Linsson. Dat is een groot voorbeeld. Heeft ook wel een beetje hetzelfde spriet haar. Leuk hadden dat die voorbeelden dan ook al een beetje op die persoon moeten lijken. Ja, dat is toch het lekkerste altijd. Hè? Ja. Ja, nou ja, vanavond dus 9 minuutjes. Hoe ga jij erop voorbereiden? Ja, dat is de vraag. Ze hebben wel volgens mij een heel programma eromheen gemaakt bij RKC. Dus ja, je moet die mensen ook wat geven om voor 9 minuten naar een stadion te komen. Dus er is nog wel een optreden, geloof ik. En ja, ik ga er gewoon lekker vroeg naartoe. Ik neem een kopje koffie, Kaloem. En dan ga ik eens even goed voor zitten. En dan moet ik zorgen dat ik binnen 9 minuten mijn verslag af heb. Nou, je wel weer lekker thuis. En cijfers geven. En cijfers geven. Hè? Want ik heb ze nog staan van het eerste gedeelte van deze wedstrijd. Dan moet je natuurlijk die cijfers bij ons invoeren. En die staan er nog. En nu moet ik ze toch nog even gaan updaten in deze 9 minuten. Ik kan het zeggen. Iemand nog een plusje erbij? Of, ja. Nou, als ze meeluisteren, jongens, jullie kunnen er nog aan werken. Het ligt nog helemaal open. Precies. Lente, bedankt voor je tijd. Mensen, bedankt voor het kijken en het luisteren. En tot de volgende ZSM. Oh,